De liefde. Ja, we kunnen er niet genoeg van krijgen deze zomer. Rob Brouwer is onze eigen Cupido, want hij gaat op zoek naar zomerliefdes die alle seizoenen doorstaan. En vandaag is Rob op Urk. Rob, bij wie zit jij op dit moment in de tuin? Oh, de liefde overvalt mij weer. Elke donderdag heb ik de eer om bij mensen langs te gaan die van elkaar houden. En wat vind je nog in dit land? Nou, er zijn nog heel veel mensen die van elkaar houden. Dat hebben we ook gezien aan de brieven die we hebben binnengekregen. Nou ja, er is gewoon liefde in Flevoland. En Harmke en Dirk op Urk, die schreven ons ook. Nou ja, eigenlijk was het Harmke. Harmke, goedemiddag. Goedemiddag. We zitten hier trouwens lekker in de tuin bij Harpke en Dirk. Onder een afdakje. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. En we hebben ook gebak op tafel. Heb ik natuurlijk voor deze gelegenheid ook meegenomen. En we zitten aan de koffie. Harmke, even kijken. Je bent oorspronkelijk Friesin, toch? Ja, dat klopt. Uit wat voor dorp kom je? Driesem, vlakbij Dokkum. Wat voor dorp is dat? Ja, heel klein dorpje. Je bent er zo doorheen. Maar ja, ik ben het gewend. Heel gezellig. Dus er zitten eigenlijk alleen maar bedrijven, geen bakker of geen... En we gaan naar de vakantie toe, want waar ging je altijd naartoe op vakantie met jouw familie? Nou, de Kleine Belt is in Hardenberg. Een hele leuke camping, veel jongeren, heel gezellig altijd met z'n allen. Een beetje darten, een beetje in de avontuur even samen zitten. En vanaf welke leeftijd kwam je daar al? Vanaf welke leeftijd? Precies welke leeftijd weet ik eigenlijk niet. Maar we komen er al jaren. Mm-hmm. We met een sleurhut, zoals Dirk het altijd zegt. En altijd heel gezellig. 7 kinderen thuis, dus altijd gezellig. En op die camping kwamen niet alleen Friezen, maar er waren ook Urkers. En die komen nog steeds Urkers, heb ik begrepen. Dirk, vanaf wanneer kwam jij op die camping? Nou, zolang als ik me herinneren kan. Dus ik denk van kleins af aan al. Je hebt daar zandkastelen gebouwd. Zeker, alles meegemaakt. Klopt. Maar goed, op die camping kom je allerlei mensen tegen natuurlijk. Wanneer kwam Harmke in het zicht? Nou, Harmke kwam 2000 voor het eerst of zo, dat je een beetje daarnaar zit te kijken. Hoe oud was je toen? Nou, dan moet ik even snel terug. Ongeveer? 15, 14, 15 jaar. Ja. En, een paar jaar elkaar wel in de kantine gezeten, maar nog niet echt. In de kantine gezeten. Wat gebeurde er allemaal in de kantine? Ja, wat doe je daar? Biertje drinken, gezellig zitten, een beetje darten en bowlen en van alles en nog wat. En Harmke deed er aan mee? Harmke zat daar ook, klopt. En op een gegeven moment toen dacht ik van nou, ik kan wel eens een tux wagen. Op een gegeven moment, wat was dat moment? Nou ja, wat was dat moment? Ja, een gezellige zomer gehad sowieso. En ze sprongen gewoon een beetje uit voor mij. Ik dacht, nou, er zit wel wat in. Hoezo sprong ze eruit? Nou, dat kun je toch zien. Mooi, knap, gezellig, leuk. Okay. Nou, ik moet het even weten. Het zijn ook mensen die luisteren naar de radio. Ja. Dus die weten natuurlijk niet hoe Harmke eruit ziet. Ja, nou, prachtig mooi. Blond haar. Ja. Ook toen de tijd al. En gewoon lief. Zag. Ik dacht, leuke Friesin. Ja, ik denk, we laten eens een keer vers bloed op Urk. Dus die is van mij. Harmke, wanneer dacht jij van, hey, die Dirk? Ja, al een aantal jaren ervoor eigenlijk, voordat hij de zaken het sms'je stuurde. Maar toen in 2003 toen kreeg ik na de zomervakantie dus een sms'je in oktober van leef je nog? Nou, daar heb ik gelijk op gereageerd natuurlijk, want ik wachtte er eigenlijk al op. En toen ben ik dat weekend gelijk in oktober naar hem toe gegaan. Met een vriend meegereden naar Urk en toen ben ik daar een dag geweest en s'avonds weer terug. Ja. Maar jij vertelt mij dus dat je al veel eerder een oogje had op Dirk. Ja, alleen hij zag mij niet volgens mij, dus hij had genoeg anderen om zich heen. En hebben jullie dezelfde leeftijd een beetje? Ik ben 31 en Dirk is 34. Oké, nou dat ligt lekker dicht bij elkaar. En wat had Dirk dan? Ja, een beetje de stoere. Hij is van een tweeling en met z'n tweeën waren ze altijd op pad natuurlijk. En dan zag je ze daar en dan, dat trok me toch wel. Ja. Maar je had het over ik hoorde net iets van een sms'je. Hoezo, wat sms'je? Ja, de zomer was voorbij en we gingen weer aan het werk. En toen zat ik op een avond te denken van, hey, dat meisje van de camping, kan ik wel eens een berichtje doen. Want je had nog helemaal niks met elkaar eigenlijk gehad op de camping? Nou, op de camping zelf niet. Ja, wel veel samen geweest, maar niet echt verder nog. En toen denk ik van, nou, ik zal een berichtje sturen. Toen had je net mobiele telefoons. Ik denk, nou, zo is het gegroeid. Door dat ene berichtje. Ze kwam naar je toe? Ja, klopt. En waar kwam je toen terecht? Ja, bij hun thuis. Zijn vader en moeder waren op vakantie. Ja, een gezin van 8 en de oudste zus paste op.
Dus daar kwam ik in terecht. Ze waren net aan het eten toen ik binnenkwam, dus ik kon ze aanschuiven. Nou, dat, natuurlijk, dat is de gastvrijheid op Urk. Voelde je meteen, waren ze lief voor je allemaal? Jazeker, ja, heel lief. Had je misschien bedenkingen van, nou, Urk? Oh nee, eigenlijk helemaal niet. Nee hoor, nee, ja. Geen vooroordeel. En jij ook niet over de Vriezen? Nee, ik geef altijd alles een kans. Ja. Dus daar viel dit ook onder en dat is zeer goed uitgepakt. Ja. Dan het moment van de eerste kus, want Harmke kwam dan bij jullie logeren. En dat gebeurde geloof ik elk weekend kwam ze dan langs. Maar wanneer kwam nou die eerste kus? Nou, dat was eigenlijk gelijk het eerste weekend. Ze was naar huis gebracht en ik zou weg, maar daar kwam ik er niet zo vanaf. Dus met mijn schoonmoeder thuis achter was het de eerste kus. En toen ben ik weer naar de rug gegaan. Thuis achter, wie nam het initiatief? Ik. Ik denk die laat ik zomaar lopen. Wat zei je dan? Ja, kom hier, in het donker. Ja, dat... Had je ook een brommer? Nee, was gewoon bij ons thuis. Ja, en toen was het aan. Ja, dat klopt. Ja, en nu zijn afgelopen maand, juli, 12,5 jaar getrouwd alweer. En 4 kinderen rijker. Gefeliciteerd. Noem maar even de namen van de kinderen, is altijd leuk, hè? Ja, nou, Johan is 11, Arie is 8, Luc is 4 en Ruben 3. Wat is nou het geheim om 12,5 jaar samen te zijn? Nou, om elkaar de ruimte geven. Dat je allebei elkaar ook, hoe zeg ik dat? Dat je elkaar de ruimte geeft om gewoon ook je eigen leven een beetje te kunnen leiden. Wat is jouw leven dan, jouw eigen leven? Ja, nou, ik ben best wel een vlierenfluiter. Ik mag graag van alles doen en bezig zijn. En Harmke geeft mij die ruimte. En dat vind ik gewoon heerlijk. Want je bent actief bij de KNRM, hè? Je redding. Je doet aan reddingen en je hebt een eigen bedrijf. Ja, klopt. Een interieurbouwbedrijf op Urk. En wij doen veel scheepsbetemmering en keukens maken en dat soort dingen. En daarnaast bij de KNRM. En zo er en der nog eens even iemand helpen. Dus ik ben vaak even weg. En jij, Harmke? Ja, lekker met de kinderen thuis of lekker op pad met de kinderen. Geef ik ook niet om. Even een weekendje in Friesland met de kinderen. Mm-hmm. Dat is altijd wel wat leuks te doen. Dus samen met de kinderen even weg van de week geweest. Dus even quality time in de vakantie. En ben je het met hem eens, vrijheid? Ja, ik vind wel, je moet elkaar de ruimte geven ook. En je moet het samen leuk houden. Dus nou, daar zitten we dan. In een tuin met nog steeds een verliefd stel. En we gaan lekker aan de koffie en het gebak. Maar ik wil eerst even van jullie weten... Jullie vakantieplaat of jullie muziek, jullie liefdesplaat? Echt een liefdesplaat, ja, dat was de Summer van 69. Van? Bryan Adams. Yes. Dan gaan we daar naar luisteren. Bedankt voor jullie verhaal. Ja, hartstikke. Vele gelukkige jaren.